wekelijks op Regio TV Info Thuis. Koken met de chef. Deze week met grillspecialist Carlos van Argentijns grillrestaurant Santos. Carlos laat ons een selectie rundvlees zien die dagelijks geserveerd wordt in het restaurant. Hij weet precies waar deze bijzondere stukken vlees vandaan komen en, niet onbelangrijk, hoe ze het best bereid kunnen worden. Hoi, ik ben Carlos. Welkom bij Santos in Scheveningen. Ik heb hier voor me een aantal stukken vlees die wij hier bereiden. Onder andere de ossehaas en de entrecote met zo'n vetrandje. De gemarmerde ribeye en een magere dikke lende. Het verschil is duidelijk te zien, het verschil is ook duidelijk te proeven. Deze is supermals. Het zit van binnen eigenlijk. Je hebt de ribben. Je hebt de entrecote die zit aan de buitenkant van de ribben. En de ossehaas zit aan de binnenkant van de rib. Een beetje bovenin, zeg maar. Ik zal zo'n ossehaas even ontvliezen, want dit is namelijk oneetbaar. Is ook onverteerbaar namelijk. En mocht je het erop laten zitten terwijl je het grilt, geeft het ook een hele nare smaak aan het vlees. Dus het moet altijd schoongemaakt worden. Gewoon zorgen dat het echt allemaal vanaf is. Want we willen geen rare bijsmaken aan het vlees. Nou, hier kun je gewoon een biefstukje van maken. Je moet er wel voor zorgen dat inderdaad al die zenuwen eruit zijn, zeg maar. Of die vliesjes. Kijk, we hebben een ossehaaspuntje. En hier hebben we een ossehaaspuntje. En dan kunnen we weer een roerbakschotel van maken. Of anders een hamburgertje. Wat we ook op de kaart hebben staan. Het middelste stuk is het bekendste, want het is de Chateaubriand. Dat werd vroeger in Chateaubriand aan de rijke Fransen geserveerd. Zodoende is het zo bekend geworden. Dat is het mooiste stuk van de ossehaas. Zoals je ziet, echt heel mooi mager vlees. Heel erg mager. Heel erg mals ook, zoals je kan zien. Maar voor mijn smaak, weinig smaak. Ik pak de entrecote. De vetrand die zorgt ervoor dat heel veel smaak in het vlees trekt. De entrecote heeft net iets minder marmer dan de ribeye. Maar het principe is hier hetzelfde. Je hebt het vet, nadat hij op de grill gaat, vet smelt, trekt langzaamaan in het vlees en geeft een hele mooie, diepe, rijpe smaak aan. Als het stukje vet een beetje krokant gegrild wordt, dan kan je het ook mee eten. De meeste mensen snijden het weg, die vinden het niet lekker. Maar er zit aardig wat smaak aan, net zoals bij een stukje bacon, een uitgebakken stukje bacon. De ribeye heeft ook aardig wat smaak, maar die heeft drie verschillende soorten smaken zelfs. Want het bestaat uit drie stukken verschillende vlees. Erg gemarmerd. Je kan het bijvoorbeeld zien als ik een stukje vlees snij. Dit is de ribeye. Dan kan je de marmering heel goed zien. Je ziet ook de verschillende soorten door die rand verdeeld. Al op zich een heel mooi rijp stukje vlees. Dit stukje vlees komt van onderaan de rug bij het rund. Het is verlengde van de entrecote. En op het moment dat je het gaat grillen, smelt het zich. Het geeft smaak aan het vlees. En het wordt heel erg mals. De dikke lende is weer wat stugger dan de ossehaas. Maar heeft ook weer wat meer smaak. Normaal in Argentinië kom je op de zondagmiddag eigenlijk de hele familie bij elkaar en dan wordt er gebarbecued. Daar komt eigenlijk die grill vandaan. En aangezien het klimaat er toestaat om dat bijna elk weekend te doen. En ga je naar de Pampas toe, heb je die feest, komen op die dorpen bij elkaar. Dan worden grote gaten gegraven, worden opgevuld met houtskool. En dan worden de halve runderen eromheen gespietst voor een paar uur. En dan als het gaar is, dan kan het hele dorpfeest vieren. Dat is een churrasco. Dat is weer een ander soort grillvariant, zeg maar. Het geheim van het vlees snijden, dat is proberen altijd tegen de draad in te snijden. Als je met de draad meesnijdt namelijk en je gaat het klaarmaken, dan gaat die trekken. En dan die spier, die krom zich en dan wordt het taai. En dat, koudt niet lekker.
Dus altijd tegen de draad in. En het grill op zich, ja, dat is naar ieder zijn smaak. De ene wil medium, de andere wil rare, de andere wil doorgebakken. Alleen ja, sommige stukken, die kan je beter niet rare doen, maar nooit doorgebakken doen. Dat is zonde. Dit komt allemaal uit runderen die rondwandelen in de Pampas in Argentinië. Gedurende 2 jaar mogen ze daar vrij lopen, vrij rondlopen en grazen. In die 2 jaar leggen ze zo'n iets van 20 kilometer af. Ze voeden zichzelf met 17 soorten gras, waaronder alfalfa. Bevatten daardoor door het lopen en de natuurlijke voeding 17% minder cholesterol en 17% meer ijzer en vitamine. Dus al op zich een gezond stukje vlees. Je hebt verschillende soorten biefstukken, verschillende soorten maten. Je kan ook je eigen maat bepalen, of als je het liever een half kilo wil, dan alles kan à la minuut gesneden en gegrild worden. Hier bij Santos wordt dagelijks het vlees schoongemaakt en het kan à la minuut bereid worden. Dus het is super vers. Verse kan je bijna niet krijgen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Argentijns grillrestaurant Santos.